Welkom bij de SRAM ETAP Access HRD ontluchtingsgids. U hebt zowel gewoon fietsgereedschap als specialistische gereedschap en benodigdheden nodig. Bekijk een volledige lijst met gereedschap en benodigdheden in de onderstaande videobeschrijving of ga naar sram.com/service voor meer informatie. Voor de slanginkortingsprocedure klik op de link in de rechterbovenhoek of vind de link in de onderstaande videobeschrijving. SRAM beveelt aan om uw remmen minstens eenmaal per jaar te ontluchten om de beste remprestaties te handhaven. Ontlucht uw remmen vaker als u regelmatig op ruw terrein rijdt waarbij hard remmen nodig is. Identificeer het type van bleeding edge opening voor uw remklauw. Remklauwen met een rubberen kapje voor de ontluchtingsopening maken gebruik van het bleeding edge instrument. Remklauwen met een ontluchtingsopeningsschroef maken gebruik van een ontluchtingsaansluitstuk met schroefdraad. Volg de aanwijzingen van de ontluchtingsprocedure voor uw type van remklauw. Om een spuit voor de remklauw in elkaar te zetten, draai het bleeding edge instrument vast op een van de spuitzuigers. Voor ontluchtingsopeningen met schroefdraad, bereid een spuit voor met een ontluchtingsaansluitstuk met schroefdraad. Om een spuit voor de remhendel in elkaar te zetten, draai het ontluchtingsklemgedeelte met een ontluchtingsaansluitstuk met schroefdraad vast op een van de spuitzuigers. Vul de spuit voor de remklauw met een beetje DOT 4 of 5.1 remvloeistof. Gebruik geen minerale olie. Vul de spuit voor de remhendel ongeveer 3/4 met DOT remvloeistof. Houd de spuit rechtop en trek aan de zuiger om de vloeistof binnen de slang in de spuit te brengen. Dek de punt af met een schone doek en duw de zuiger in de spuit totdat alle luchtbellen zijn verdwenen. De spuit moet nog steeds circa 3/4 gevuld zijn. Sluit de klem op de spuit. Herhaal deze procedure voor de spuit bij de remklauw. Haal het wiel van de fiets af volgens de aanwijzingen van de wielfabrikant. Zorg dat er geen DOT remvloeistof in contact komt met de remblokjes of schijven. Vuile remblokjes of rotors kunnen een afname van de remprestaties veroorzaken. Vouw het remgreeprubber van de hendel naar achter. Voor hendels met contactpuntafstelling, draai de contactafstelcilinder tegen de klok in met een 5 mm inbussleutel totdat het tegen de borging komt vast te zitten. Oefen geen druk uit om de contactafsteller voorbij het stoppunt te brengen. De remcomponenten kunnen worden beschadigd. Verwijder de remhendel van het opzetstuur om een hendel van een opzetstuur te ontluchten. Gebruik een T10 Torx moersleutel om de ontluchtingsschroef van de hendel te verwijderen. Er druppelt DOT remvloeistof uit de ontluchtingsopening. Veeg eventuele DOT remvloeistof die uit de ontluchtingsopening druppelt weg met water en een schone doek. Schroef de 3/4 volle spuit in de ontluchtingsopening van de hendel. Haal de E-clip af. Gebruik een 2,5 mm inbussleutel om de klembout van het remblokje te verwijderen. Verwijder de remblokjes van de remklauw. Als de remblokjes versleten zijn, gebruik een spreidingsveer of een bandenlichter om de zuigers terug in de remklauw te duwen voordat het ontluchtingsblokje wordt geïnstalleerd. Breng het ontluchtingsblokje aan en installeer de klembout van het remblokje opnieuw. Voor remklauwen met de bleeding edge adapter opening, verwijder de kap van de ontluchtingsopening. Draai het ventiel van de ontluchtingsopening een kwartslag los met een 4 mm inbussleutel en maak de ontluchtingsopening vervolgens opnieuw voorzichtig vast. Monteer de spuit met het bleeding edge instrument op de ontluchtingsopening. Duw de spuit in de ontluchtingsopening totdat het op zijn plaats klikt. Draai het bleeding edge instrument één volledige omwenteling tegen de klok in om het systeem te openen. Maak maximaal 2 volledige omwentelingen. Voor ontluchtingsopeningen met schroefdraad gebruik een T10 Torx moersleutel om de ontluchtingsschroef van de hendel te verwijderen. Schroef de tweede spuit vast in de ontluchtingsopening. Duw geen remvloeistof in de remklauw met behulp van de spuit. Een overmatige vloeistofdruk kan ertoe leiden dat de bleeding edge spuit van de remklauw loskomt. Gebruik de hendelspuit om de vloeistof door het systeem te laten stromen. Open de klep op de spuit bij de hendel. Houd de spuit verticaal. Duw de zuiger voorzichtig omlaag en stop voordat alle vloeistof uit de spuit is geduwd. De spuit bij de remklauw wordt met vloeistof gevuld.
Als de remvloeistof in de spuit bij de remklauw verkleurd is, blijf alle vloeistof uit het systeem duwen. Start de ontluchtingsprocedure opnieuw met nieuwe vloeistof in beide spuiten. Er kan wat montagevet achterblijven in de dot-remvloeistof van nieuwe systemen. Daardoor kunnen er zwevende deeltjes in de dot-remvloeistof zichtbaar zijn. Dit heeft geen invloed op de werking van het remsysteem. Houd de spuit bij de remklauw verticaal, terwijl u de spuit bij de hendel langzaam omhoog trekt om vloeistof uit de spuit bij de remklauw te trekken. Duw geen vloeistof in de remklauw met behulp van de spuit. Stop voordat er lucht in de slangbuis bij de remklauw binnendringt. Indien nodig, herhaal stap 2 en 3 totdat er een kleine hoeveelheid bellen verschijnt. Draai het Bleeding Edge instrument volledig met de klok mee om het systeem te sluiten. Maak de spuit met het Bleeding Edge instrument van de ontluchtingsopening los door het Bleeding Edge instrument recht uit de remklauw te trekken. Draai het Bleeding Edge instrument tijdens het losmaken niet. Draai de ontluchtingsopening aan tot 1,6 Nm met behulp van een 4 mm inbussleutel. Voor ontluchtingsopeningen met schroefdraad, schroef de spuit los van de remklauw. Gebruik een T10 Torx om de ontluchtingsschroef te installeren. Knijp de hendel 3 tot 5 keer dicht en laat telkens los. Houd de spuit op de hendel vervolgens verticaal. Trek de zuiger stevig uit om een vacuüm te creëren en druk de zuiger vervolgens in om het systeem onder druk te zetten. Herhaal deze procedure enkele keren totdat er slechts een kleine hoeveelheid bellen het systeem verlaat. Druk de zuiger lichtjes bij de hendel samen en laat los om het systeem gelijk te stellen. Sluit de klem op de spuit bij de hendel. Maak de spuit bij de hendel van de ontluchtingsopening los. Veeg eventuele dot-remvloeistof die uit de ontluchtingsopening druppelt weg met water en een schone doek. Gebruik een T10 Torx om de ontluchtingsschroef tot 1,6 Nm aan te draaien. Veeg eventuele dot-remvloeistof die uit de ontluchtingsopening druppelt weg met water en een schone doek. Spuit water op de schakelremhendel en remklauw en maak schoon met een doek. Verwijder de klembout van het remblokje. Verwijder het ontluchtingsblokje. Installeer de remblokjes in de remklauw. Installeer vervolgens de klembout van het remblokje en de e-clip. Installeer het wiel volgens de aanwijzingen van de wielfabrikant. Voor hendels van opzetsturen, installeer de remhendel in het opzetstuur. Knijp de hendel herhaaldelijk lichtjes dicht en laat los om de zuigers van de remklauw vooruit te brengen. De eerste keer dat de hendel wordt dichtgeknepen, gaat de hendel naar het stuur terwijl de zuigers bewegen. Dit is normaal. De binnenste en buitenste zuiger van de remklauw kunnen niet aan dezelfde snelheid vooruit gaan. Dit is ook normaal. Controleer of de remblokjes zich aan weerskanten van de rotor op dezelfde afstand bevinden. Als dit niet het geval is, maak de remklauwbouten los, breng de remklauw op één lijn met de rotor en draai de bouten opnieuw vast tot 5 Nm. De ontluchtingsprocedure voor SRAM E-Tap Access HRD remmen is nu voltooid.